We zijn begonnen aan onze epic roadtrip. We hebben lekkere boodschappen gedaan voor de komende paar uur. En het zonnetje schijnt, lekker weer. Hopelijk blijft het zo. En we zitten nu al in de file. We zitten nu nog in de Chambé. Het ziet er al heel snel dramatisch uit hier. We worden omringd met hele mooie hellingen en bergen en afgrond aan de rechterkant. Maar gelukkig zien de wegen nog niet er wel goed uit. Dus ik maak me niet echt zorgen. Hopelijk het zo blijft. Farang, wat gebeurt er nou als we in Tajikistan zijn aangekomen? Iedereen probeert te blazen en dan iedereen, letterlijk iedereen. Op welke manier? Wat gebeurt er de hele tijd? Doe je nu met de auto of eerder? Nee, eerder aan de Chambé en nu ook weer. We zijn net aangekomen, met iedereen geld afgetroggelen van ons. En echt de meest beschamende manier gewoon. Dus van de eerste mensen, die locals die ons helpen met de taxi te pakken. Omdat wij, dat is van ja, kom met ons, want anders gaan de taxi mensen hier blazen. Ik denk blazen ze ons samen met de taxi. En dan pakken we eigenlijk een taxi en dan mensen ook die langs de weg proberen taxichauffeurs. Die dan op meter rijden, dat is gewoon een meter. Dan zeg je, waar is een meter? Ja, op een mobiel. Het einde doet gewoon zo, laat hij gewoon een driedubbele prijs zien. Ik zeg, ja, dat kan helemaal niet. Ja, wel, dat is de prijs. En nu zijn ze de auto ingestapt, in een anderhalf uur. Ze zijn we twee keer aangehouden door de politie. En dan proberen ze geld op te halen. Eens is het een van de papieren dat ik nooit van gehoord heb, die we niet hebben. Wil die hebben? Ik zeg, ja, die heb ik niet. En, want we zitten nu in een rental car en zijn zeg maar niet de eigenaar. En dan moet je papieren hebben, die hebben we al dus mee geregeld en al. Ja, als maar, we hebben alle papieren volgens die rental agency. Dus ook gisteren naar het politiebureau gegaan. Ook daar gingen ze me allemaal om te vragen of ik geen special agent van Afghanistan, van Taliban, die hier komt spioneren. En uiteindelijk heb ik ze ook daar belazerd met extra geld die ik moest betalen voor een stomme certificaat. Veel te veel geld. Maar ja, als politie kan ik niet veel te doen. En nu hier proberen ze ons weer de tweede keer aan te houden. En deed hij gewoon schaamteloos op zijn meter. Ja, 91 gereden. Ik zei, waar dat? Yes, I see. Gewoon 91. Ik zei, dat ik zeker niet 91 gereden, want ik weet dat je 80 mag rijden. En ik heb zo 70-80 gereden. En dat is gewoon heel veel discussiëren. Maar denk je dat ze het echt gewoon alleen met toeristen doen of ook echt bij locals ook proberen? Ook bij locals. Damn, dat is echt erg. Dat hadden we in de Oezbekistan dus niet, hè. Dat vind ik zo jammer. En dat is dan sinds het moment dat we hier binnen zijn, proberen mensen ons af te zetten. Why? Like, waarom? Dat is zo jammer. Echt gewoon. Maakt de ervaring iedereen gewoon minder, toch? Ja. Met de locals. Is wel grappig, maar nu nog. Ik weet niet of het grappig blijft. Ja. Maar dat is gewoon echt schaamteloos. Gewoon proberen en 3 minuten later, ja, het is goed gaan, maar. Ja. Oké dan. Leuk proberen. Ik moet zeggen dat het hier best wel eng is om te rijden, want je ziet echt overal rotsblokken op de grond liggen. En dat is ook wat het gevaar hier is, van die landslides waarbij grote rotsen naar beneden kunnen vallen. Dus een beetje scary moet ik zeggen. Hopelijk dat we er veilig en wel doorheen kunnen rijden. Kijk, zie je, hier zijn nog een kleine, maar soms zie je van die extreem, die mega grote blokken gewoon. Het is golden hour en we hebben besloten om even langs de weg te stoppen, omdat schitterende landschap vast te leggen. Kijk hoe mooi dit is. Mountains all over the place. Mooi groen. Herders overal met hun vee aan het rondlopen. Kindjes op ezels. Echt zo mooi. Niet normaal. En het ding is, we gaan pal langs de border rijden. En dat betekent dat we waarschijnlijk vanuit ons auto Afghanistan kunnen zien. Kunnen we hier al zien? Dat is Afghanistan. Wat? Die berg erachter. Dat? Is dat Afghanistan? Ja, die berg erachter. Dat is allemaal Afghanistan. Ik weet niet of dit voorst is. Het rivier tussen lopen, dat is voor mij de, ja, dat is de grens, de rivier. Dat is de grens. Echt? Ja, oh, dat is dus de rivier waar we heel het op zoek naar waren. Ja, en daarachter is Afghanistan. Daar zie je dus die rivier lopen en daarachter is gewoon Afghanistan. Wow. Dat is zo bijzonder. We zijn volgens mij nog nooit zo dicht bij ons land geweest. Echt mooi. Konden we maar naar de overkant. Het voelt zo rot om zo dichtbij te zijn en toch niet erheen te kunnen gaan. En nu rijden we nog dichter bij het rivier. En dat aan de overkant is dus Afghanistan. Ah. En dat is een Afghaans dorpje. Niet kleine meisje springt al daar in de hoek. Zo mooi. Ik heb even ingezoomd en zo ver zijn we dus verwijderd van het dorpje. Dus het rivier.
maar ik kan daar gewoon niet komen. Oh mijn god, je ziet daar gewoon Afghaanse jongens voetballen. Je ziet de traditionele Afghaanse kleding, geloof ik. Perantumban noemen ze het. Oh, het is zo bijzonder. Ze zijn aan het voetballen. Ik had naar buiten kon rennen en hallo kon roepen het Afghaans. Het is zo bijzonder. Dit is de Presidential Suite. We verblijven hier niet, maar we zitten er pal naast. Dus stond open, dus ik dacht, laat ik jullie meenemen voor een kijkje. Dit is de woonkamer, apparently. En een bureautje hier, loop je door naar de bedroom. Super mooi. En de best part, de badkamer. Oh, halleluja. Kijk hoe luxe. Alles is van goud gemaakt. Ziek mooi. Maar helaas hebben we deze kamer niet gekregen. Ik weet niet wie er komt, maar ze zijn aan het klaarmaken. We worden net ergens buiten muziek. Dus we lopen nu even naartoe om te kijken wat daar aan de hand is. Ik weet niet wat het is. Ik zie gewoon heel veel militairen daar. Heel hard muziek. Klinkt heel Afghaans. Okay. En onze super chill hotel na lange tijd. Gekke tegenop, want vanaf vandaag wordt het alleen maar homestays. We gaan naar Gorok. In Gorok heb je de Palmier Lodge en dat schijnt nog best oké te zijn. Maar daarna is het echt gewoon alleen maar slapen met mensen thuis. En de squat toiletten. Mijn grootste haat ever. Maar goed, dus we moeten zo vertrekken. Want vandaag is weer iets van, we moeten iets van 5-6 uur rijden of zo. En ja, ik ben benieuwd wat voor dingen er vandaag tegenkomen. En ik moet jullie echt even de view laten zien. Kijk dan. Daar gaan we dan. We're ready. Farang. Dag 2. En vandaag gaat hopelijk iets minder lang zijn dan gisteren. En minder scary, want gisteravond, ik weet niet of ik mezelf verteld had. Nee. Was best spannend toen wij hier was s'avonds het worden. Je moet hier dus echt, zodra het donker wordt, niet meer rijden. Want het is echt gewoon zo erg. Het was een smalle zandpad van de zand. En rechts was zo dus echt de rivier. En zo, ik weet niet, een drop van ik weet hoeveel meter. En als water beneden komen. Ja, zo'n kleine waterval. Zo, dan moet je gewoon doorheen rijden. Ja. En we hebben niet echt een four-wheel drive. We zijn een beetje afgezet. Ja, deze is niet zo. Ja, deze is wel een stevige SUV. Maar het is geen four-wheel drive om door alle terrains te rijden. Vooral niet door veel water. Want hij is niet zo hoog als andere four-wheel drives. Dus je was super bang dat we gewoon weg werden gesleept door het water. Ja, ik voelde gewoon een beetje grip verliezen. En daarvan, uh-oh. En dat is echt zo'n plek waar je dan met water mee zou gaan. En ja, anyway, we hebben het overleefd. En, 5 uur vandaag, dus als het voor het donker wordt, komen we aan een Gorok hopelijk. En ja, een beetje. Nou jongens, zo ziet het pas uit. Dan heb je zo'n kleine watervalletje waar je doorheen moet gaan rijden. En is dat afgerond? Links uit, volgens mij. Hier links op. Dan moet je meer naar rechts ofzo. Ik vind het zo eng. Ik ga mee hier in het midden.
in ieder geval best goed. Ja, wel meer naar links weer. Oké dan. Wat dan in Tajikistan? Het is echt, ik vind het echt eng. Vooral stel je voor het donker is en je ziet niks. Ja, en je hebt geen idee hoe diep dat is ofzo. Oké, dus is het veilig om hier te rijden, zo tussen twee landen in, alleen gescheiden met een rivier? En heel vaak in zulke landen zeggen ze dat het gevaarlijk is om zo dicht bij de grens te zijn. Er lopen overal militair rond. En hier aan de kant van Tajikistan heb je heel veel van die grensposten, zeg maar, die alles natuurlijk in de gaten houden. Maar het heeft zijn risks natuurlijk. Ik bedoel, aan de overkant heb je Afghanistan, heb je de Taliban of andere criminele bendes. Ik heb geen idee of dat veilig is of niet, maar... goed, het heeft zijn risks, maar goed, daar hebben we geïnformeerd online, gepraat met de plek waar we hebben geslapen, hotelmanager zeg maar, en andere reizigers die dat ook hebben gedaan. Maar het is niet 100% veilig. Dus als je het doet, heeft het risico's, maar het is natuurlijk je leven niet gewoon 100% gevaar of whatever. Parang, zeg ik het goed of? Ja, kijk, overal waar je reist is gewoon, je moet meerdere bronnen proberen te achterhalen. En tegenwoordig met online kun je heel veel informatie van andere travelers vinden. En dan zie je gewoon wie waarheen gaat, waarom, et cetera, hoeveel risico's er gewonnen zijn. Verschillende sources, dus van TripAdvisor tot Lonely Planet tot online fora zoals Caravanistan, die heel erg focussen op dit gebied. En zie je niks anders dan algemene risico's, dat heb je niet. Er zijn wel wat risico's voor zo'n Nederlandse overheid. Met bendes die drugs smokkelen, wat heel erg veel gebeurt hier. En ik denk gewoon dat is gewoon een algemene risico die natuurlijk hier loopt. Ja, niet dat er iets gebeurt, maar toch dat je weet dat het proces hier gaande zijn waar je voor op moet passen. Ook gisteren bijvoorbeeld gingen we dus naar een plek waar al die militairen aan het feesten waren en dansen waren. Dat is natuurlijk een ultieme doelwit voor zo'n criminele bende of de IS, ik weet niet, die zo'n aanval kan plegen. Dus ja, we zijn nog heel snel weggegaan, daar bleef niet te lang hangen. Maar goed, dan moet je altijd in je achterhoofd houden als je in zulke plekken rondreist. Even gestopt om te genieten van de omgeving. Dat is echt zo onwerkelijk mooi. En dit is het mooiste deel. Kijk dit. Bam. Stop hier. Want het eind van de maand. In principe was er niks aan de hand daarvoor ofzo. En het ja, zo zijn we super rough plek rijden we dus. Ja, het is echt niet makkelijk hier doorheen rijden. En het begint donker te worden, we moeten er groot aankomen. En iedereen die we vroegen had zoiets van ja, 4-5 uur komt goed. Daarom reden we vandaag pas om 12 uur met aanrijden. Maar je moet die mensen hier gewoon niet geloven, want die hebben echt geen idee hoe de afstanden hier zitten. Hoe de afstanden hier zijn en... En als zij zeggen een uur, dan moet je gewoon makkelijk erin houden met 3 uur of zo. Oké, we zijn eindelijk liggen we in bed. En Valen, vertel wat er allemaal is gebeurd de afgelopen uren. Lang verhaal kort, we kwamen in het donker aan, een stadje. Goed op. En eerst waar we heen gingen, online veel backpacks heen gaan. Die had geen... privékamer met badkamer. Je moest helemaal door de tuin lopen, midden in het donker, in de kou, om naar een huis naar de wc te gaan. Dus die hebben gepast. Zijn we naar een andere plek gegaan. Daar was het $150 per nacht. Dat was dan zeg maar de meest goede accommodatie. Ja, dat zou het beste zijn. En dan zijn we heen toe gegaan. Waar we nu eigenlijk zijn. Eerst, dat was best wel duur, $40. Best veel voor dit, want gisteren hadden we $50 betaald. Ja, zo ziet dat dus uit. Het was heel gewoon simpel, heel basic. Maar flink met gisteren was gewoon een heaven. Ja. 50, dacht ik, dat is een beetje veel. En toen gingen we ergens anders naartoe.
En die komen maar niet vinden. Overal op straat mensen vragen. Ik heb hem eindelijk gevonden. En iedereen zei, je moet ze tegen inlopen en daar staan. Dus eerst met de auto inrijden. Nou, we zagen niks. De auto eruit gereden, ging maar lopen. Vragen. En op een gegeven moment kreeg ze een auto met. Zei, volg mij maar. Ga ik even volgen. Opeens was ze aangevallen door een grote hond. Die hond was misschien volgens mij zo groot. Komt op mijn, boven mijn middel of zo. Zo hoog als die hond. Dus ze springt allemaal gek en zo. En die vrouw is super hard schreeuwen. Zo hysterisch. En met de tas slaan. Toen die hond op mij af. En die had helemaal niet wat doen. Die vrouw weglopen. Ik meelopen. Op een gegeven moment, volgens mij, die hond was het plat ook helemaal niet of zo. Volgens mij wilde die gewoon eten of zo. Op een gegeven moment, die vrouw echt gewoon, als een badass, gewoon een stenen pakken en zo. Hond keihard wegrennen. Ik was bijna, ik was echt bang voor de haar. Ik dacht echt een hond die aan gaat vallen of zo. Het was helemaal donker in middle of nowhere. Dus ook geen leuke ervaring. Toen waren we een Indiaans restaurant die open was, die ook een hotel was. Ik weet niet wat Indiaanse mensen hier doen, maar goed, we gaan toe. En die was gesloten op zondag. Ja, blijkbaar is een rustdag, daarom zijn alle hotels ook gesloten ofzo. En ook alle hotels, oh ja, trouwens, die hotel die op zoek was, ik zwart gevonden uiteindelijk. Maar was alleen onder construction, was ook gesloten. Dus op een gegeven moment van, weet je wat, ik pas van al die honden, van al die gekkigheid, ik ga gewoon lekker, waar we hier aan geweest zijn, waar we lekker wat meer betalen. En waren we hier en zo'n vrouwtje, die echt zijn baas, vol met gouden tanden, met ons aan het spreken is. Uiteindelijk heeft ze heel lief, ze eten voor ons gemaakt. We hebben een eitje gegeten, dat ons ontbijt en avond eten hetzelfde is vandaag. Gewoon twee van die worstjes met eitjes. Ja, het was of dat of met hongerig naar bed gaan. Dus ja, liever. Dat is echt de enige maat die we vandaag gehad hebben. Plus Pringles chips en wat komkommetjes. Yep, maar dat onze hoofdmaaltijden waren gewoon twee keer hetzelfde. Ja, yep, dat is ook part of traveling toch? En dan nu hier slapen, dit is gewoon. Het is gewoon van steen. Het is gewoon alsof je op het is gewoon een nieuw matras. Op de grond slaapt of zo. Ja, het is gewoon misschien harder dan de grond. Het is gewoon een nieuw matras. Je plastic zit gewoon omheen. Dan hebben ze zo'n extra dekentje eromheen geplaatst. Maar je voelt gewoon echt gewoon. Ik weet niet wat het. Dus iets door je ribben gaan of zo. Nee, het is gewoon extreem hard. Ja, het is een Aziatische mensen gewend om op de grond te slapen. Dus daardoor zijn ze gewend een harde matras in. Maar dit is echt next thing hard. Dit is gewoon net steen. Het is gewoon alsof je op steen slaapt. Ja, dus goed, ja, maar ja. Hoe mogen wakker worden? Maakt niet uit zolang er geen bedbak zijn, want dat is altijd mijn grootste angst. Maar het is lekker druk, dus ze vallen niet eens op. Leuk hè? Ik ga slapen. Oké, wat rusten. Vandaag verlaten we Grook. Het ziet er echt zo mooi uit. Je hebt overal bloesems. Lente is volle bloei. Hoe je het ook zegt. En mooie mountain views. Even de gambo gooien. No, mijn man. We zijn nog steeds onderweg naar Ishikashim. Het is een beetje later dan verwacht geworden. Dat komt omdat we naar iets meemaakten zojuist onderweg. Maar goed, dat vertel ik een andere keer, niet nu. Het is nu 6:30 en we verwachten op een uurtje aan te komen. Hopelijk voordat het donker wordt weer. Want ja, een donker rijden blijft hier heel lastig. Zoals je ziet, de omgeving blijft heel raw. En de wegen blijven best wel, hier valt gewoon mee. Maar er komen delen dat het echt gewoon bijna onbegaanbaar is met allemaal rots op de weg of modder. Bij onze homestay in Ishikashim. Het ziet er heel simpel uit. Twee bedden. En wij theetjes. Die hier gewoon zitten. En afwachten tot onze kamer warm is. Want het is echt hier best wel koud. En een vrouwtje heeft net een verwarming meegenomen. Duurt eventjes. En wacht ook op ons avondeten. We krijgen vanavond palau zonder vlees. Wat we totaal... Waar we daar geen probleem mee hebben. En ik denk dat we vanavond lekker vroeg naar bed kunnen, want er valt hier niet veel te doen. En dan mogen we vroeg opstaan om... Een keer op tijd opstaan, misschien. Morgen. Ja, hopelijk. Misschien. Hangt vanaf hoe we slapen. Want die bedden hier, jongen, echt staalhard. Of het is die... Nee, volgens mij is het een deken die super is. Hier zo... En als ik op de grond slaap, ja, misschien wel echt. Beter in die andere plek. Echt?
Ja, trouwens. Ja, wel bij Dianne is echt wel een steen. Ik krijg gewoon botpijn. In de ochtend heb ik wakker met botpijn. Het is ook geen matras. Het is gewoon ja, zo'n type dun matrasje. Ja, nou ja. Nou ja. Dit is ons avondeten. Het is een beetje een papperige ploof. Ja, dat laten we staan, want het is koude salade met een lekkere mok thee. Dat hebben we nodig. Het is heel koud. Ja. Het is 5 graden of minder. Ik loop in de neus de hele tijd. Ik niet, jij.